Yo mensen van Generalismo en welkom bij deze nieuwe video. Ja, ik sta weer in de Hypixel server en natuurlijk is dat de minigame server waar je de minigames wil gaan spelen. En natuurlijk gaan we dat nu ook weer doen. Ik was van plan om weer een TT game te doen. Ik heb de vorige keer heb ik TT Run gedaan, als het goed is. En nu wil ik TT Wizards doen. Ik hou zelf heel veel van TNT en... ja, ik weet niet of jullie daar ook een beetje van houden, maar ik vind het echt super tof. En ja, als je nu een beetje denkt van, Bart, wat heb jij een rare texture pack? Ja, ik heb John Smith even aan, alleen het stomme is, ik heb nu 1.6.4 en volgens mij is de texture pack en nu niet echt bepaald voor. Als jij een beetje kijkt naar de tekst, dan zie je wel dat er niet echt iets helemaal klopt. En ja, ik heb wel lekker shaders aan, dus dat is altijd leuk. Ik heb wel een, ik vind ook niet dat hij helemaal bepaald mooi smooth loopt, dus we gaan... ietsjes achter zetten. Kan hem ook op ver zetten, maar dan, ik heb liever hele mooie smooth beelden dat ik ja niet helemaal smooth heb. Maar toch, ik heb geen lag, dus dat is wel nice. Nou, dan gaan we even wachten. Kom op mensen, even lekker joinen, dan kunnen we verder gaan. Nou, wat is het TNT Wizards? Ik zal het je even snel uitleggen. Het is gewoon even denken. Ik kon niet uit mijn woorden. Zometeen vergeet ik mijn verhaal in. Dat is heel irritant. Wow, klits even. Maar TNT Wizards is eigenlijk gewoon, je gaat met M, ja, als je een beetje de serie The Kingdom kent, daar hebben ze Empire Wands. Nou, dit lijkt er een beetje op, je krijgt een wand in je hand en je gaat met twee teams, het rode team en het blauwe team, ga je op elkaar schieten als het goed is. En dan moet je zoveel mogelijk, moet je, ja, hun kamp moet je vernietigen, de blauwe, ja, hun hebben zeg maar een blauwe basis en wij hebben een rood. Dan moet je een blauwe basis vernietigen of een rood. Ligt eraan welke kant je hoort. Maar ja, dat is een beetje... ja, de bedoeling ervan. Ik zet even een muziekje op. Ja, jullie horen dat niet, maar dat vind ik net iets leuker. Maar goed, ik doe vanzelf wel even een video, een leuk muziekje onder de video. Ik heb nu een wand. Ik ben nu vergeten om een wand te kiezen. Want die, dat kan namelijk. Maar ja, goed, deze is ook best wel leuk. Je moet wel wachten, je kan je hunger bar zeg maar zien. Hoe lang je nog moet wachten, als het helemaal vol is, kan je zover schieten als je wil. Ik weet een, ja, ik ben het rode team. En dus we moeten even naar de blauwe baas toe. Iedereen knalt alles wel gelijk af. Ja, op zich heeft dat niet nut, maar het is natuurlijk altijd leuk. Maar dan gaan we even naar de blauwe kant toe. Even kijken of we daar iets kunnen vinden. Even iets met Minecraft, iets sound iets zachter zetten, want dat is toch wel heel erg hard. Ja. Je kan ook doodgaan in deze game, dus het is niet zo zeg maar dat je niet dood kan. En ik ga helemaal de verkeerde kant op, en dat is niet te handig. Maar je kan hier dus gewoon lekker dood, ik kan die niet echt bepaald lek noemen. En ik zie een lensflare, dat is altijd leuk. Ah, eikel. Hoppakee. Even een vette, oké jongens, hier komt even zo'n... ik weet niet of het gaat lukken, maar hier komt zo'n complimation. Ja, yeah, we hebben het dood. Nou, als je dat even leuk vond, ik heb weer een complimation doorheen gehaald. Over dat gesproken, ik ben heel erg druk bezig met twee jongens, ook wel Luc en Jan Wouter. Ben ik de Magic Wand aan het regelen. Ja, het is gewoon een toffe serie. Wat je net zag, het lijkt er een heel klein beetje op. Gewoon, eigenlijk op zich gewoon een kleine versie ervan. Iets van 3 seconden. Maar goed, het is gewoon altijd, ik vind het altijd heel tof om te maken. Er zit wel heel veel edit werk in, maar goed, dat is altijd leuk. Ik vind edits gewoon leuk eigenlijk. Gewoon er zit altijd wel heel veel tijd in. Ik probeer wel een beetje om de... ja, ik probeer wel 5 video's per week klaar te krijgen. Maar ik zit ook nog met school en shit bezig, dus ja. Het is altijd wel lastig, maar ik heb sowieso altijd al een video klaar liggen die ik kan uploaden. Kom thuis. En ik, ja... zet mijn computer aan, ik upload ondertussen de video en ja, dan ga ik ondertussen huiswerk maken, maar dat moet natuurlijk en leren. Ik heb dat van net ook weer gedaan, ik heb net 10 deathmatch online gegooid en er komt achteraan gelijk speedrun 4 heb ik samen met Jan Wout opgenomen. En ja, pas geleden had ik hem bijna geüpload, alleen toen kwam ik achter dat hij nog niet gerenderd was en... nog niet geëdit, dus mijn intro zat er niet in en was geen HD kwaliteit, dus ja, dat kan natuurlijk niet. Ik dacht, wat duurt dat verrek lang, want als jij een video met fraps opneemt, dan ja, dan mis je altijd boven de 14 gig of zo, zoiets.
En als jij hem gerenderd hebt, dan is hij 300 MB of zo, 500 MB. Bij mij is hij meestal 600 MB. Deze video wordt waarschijnlijk iets van 600 MB, zoiets. Maar anyway, dat doe ik dus altijd. Ik heb meestal wel een video klaar liggen die ik kan uploaden. Ja, dus deze video neem ik op voor morgen. Ik weet niet of die morgen online komt. Ik moet hem zo dan nog even renderen en shit. Maar ja, dat is dus een beetje hoe ik mijn dingen doe. Wow, even opschieten. Sommige mensen hebben hier ook een ijswand. Dat is wel heel nice, vind ik. Hoppakee. Maar je hebt ook een andere of zo. Je hebt ook een iets met spells of zo. Ik weet ook niet precies. Ik ben echt super slecht bezig, jongen. Ik loop maar een beetje rond. Kijk, dat is dat ijs. Een ijsmuur. Dat is echt zwaar irritant voor mij. Ah. Ik ga gewoon alles vernielen hier. Ah, nu word ik helemaal ingezoomd. Ik weet niet waar dat is, maar dat is heel vervelend. Dat is denk ik tegen maar die spel of zo. Kan dat ook even uit? Ja, mooi. Oh, je kan ook vliegen. Oh ja, en met deze stok kan je teleporteren. Ik wil daar even heen. Ja, nou, dan zie je, dan ben je er al bijna. Nou, ik zit nu op het dak van de toren, maar ja, dat hebben we niet. Ik wil even kijken waar hun basis is. Even laden. Pipo, even iets verder zetten. Want dan kunnen we even kijken. Een mooie zon daar. Als hij een beetje laat. Ik zit trouwens echt niet fijn. Even goed zitten. Oké, daar zijn ze... Ja, wij gaan echt dik verliezen volgens mij. Even kijken. Ja, Blue staat met 1200 voor. Oké, we gaan even daarheen. Even vliegen als dat een beetje lukt. Nou, dat lukt niet echt bepaald heel goed. Maar oké, volgens mij is hier de kant van de blauwe. Dat is wat chill. Alleen ik zie hem echt niet. Toch, hij zit er dus toch gewoon niet. Oh. Nu liet ik iets blokkeren. Ik kom ook net pas achter dat je... Waar is hij nou? Ik denk dat ik bijna dood ben. En dat is niet echt bepaald handig. Je moet ook nooit blijven stilstaan tijdens deze game. Want dat is gewoon niet echt bepaald slim. Hoppakee, ik denk dat het best wel lange aflevering wordt. Je moet een beetje leren om bij mijn microfoon te blijven. Want dat doe ik heel vaak niet. En dat is echt zwaar irritant. Want dan horen jullie mij helemaal vanaf hier praten, weet je wel. Dat is een beetje stom. Oh nee. Hoppakee. Zo. So, ik vind het echt super tof trouwens. Dat jullie eigenlijk best wel veel mijn video's kijken. Ik vind dat echt super leuk. Ik heb nou al... What the fuck, wordt nou al geraakt. Oké, fijn. Maar anyway. Wat wil ik nou zeggen? Maar dat jullie... Oh ja, dat jullie mijn video's bekijken. En daar is de blauwe kant. Nice. Maar ik ben zelf... Volgens mij ben ik... Nee, ik ben rood. Ja, goed zo. Maar, anyway. Ja, Bluetooth heeft gewonnen. Ja. Maar even snel even zeggen. Ik vind het echt super tof dat jullie mijn video kijken. Ik heb nou alweer bijna de... Ik heb al de 70 abonnees gehad. Dat gaat echt ontzettend snel. Ik ben begonnen met tankje online. Zonder te praten. Ik maakte toen ook al complimentjes. Vond ik gewoon leuk om te doen. En, ja, we zitten weer in de lobby. Maar goed, ja, daar ben ik dus mee begonnen. En toen dacht ik, fuck it, ik ga gewoon lekker erbij praten. Ik heb niet voor niets een hele goede microfoon ingekocht. Dus dacht, ja, waarom niet? Ik ben ermee begonnen en ik heb dus een gast opgestuurd naar Tease Games. Die was goedgekeurd. En ja, ik heb nu dus gewoon een fucking serie op Tease Games. Hoe vet is dat? En ik ja, groei daar dus ook heel erg mee. Maar ja, ik wil dus heel veel even bedanken. Als je het nou een vette video vond, abonneer dan even op Generalissimo. En ja, ik wou nog iets zeggen. Doe even een like op deze video. Dat vind ik altijd leuk als ik een like zie, daar word ik altijd vrolijk van. En ja, zet even lekker in de reacties hashtag Generalissimo. Dan weet ik dat jullie deze video helemaal tot het einde af hebben gekeken. En dat lijkt me best wel episch. Maar anyway, je bent echt een generaal als jij gewoon niet bent op Generalissimo. Dus ja, jongens, later.